Hierbij open ik deze academische zitting aan de Universiteit Maastricht. Allereerst heet ik van harte welkom mevrouw Samantha Eken-Martens. Hartelijk welkom. Zij zal haar proefschrift in het openbaar verdedigen vandaag. En ik heet natuurlijk van harte welkom ook alle leden van de promotiecommissie. En in het bijzonder nu zal ik eerst even de drie promotoren bij u introduceren. En ik zal straks de opponenten bij u introduceren. En de promotoren zijn... Dan kijk ik even op mijn lijstje... Professor Dolmans, zij is hoogleraar innovatieve leeromgevingen aan de Universiteit Maastricht. Co-promotor is dokter Wolfhagen, zij is associate professor bij de vakgroep Onderwijs, Ontwikkeling en Onderwijs Research. En dokter Wittehem is ook co-promotor en zij is onderwijskundig psycholoog, ook verbonden aan de vakgroep Onderwijs, Ontwikkeling en Onderwijs Research. En natuurlijk heet ik u van harte welkom, alle aanwezigen hier in de zaal en ook alle volgers van de livestream die ons volgen op internet. Mevrouw Martens, mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Gaat u gang. Geachte prorector, leden van de corona, lieve familie, vrienden, collega's hier in de zaal, maar ook online. Ik wil jullie welkom heten bij de verdediging van mijn proefschrift Building Student Staff Partnerships in Higher Education. In het komende kwartier zal ik jullie meenemen in hoe zo'n student-docent partnerschap opgebouwd kan worden. Maar wat is zo'n student-docent partnerschap nu precies? Dat is een samenwerking tussen studenten en docenten, waarbij ze op een gelijkwaardige, maar niet identieke manier bijdragen aan besluitvormingsprocessen en aan de implementatie van onderwijs. Maar wat hebben we daar nu aan? Student en de docent heeft elk zijn eigen unieke perspectief. En juist de student die hij ervaart het in het onderwijs, die heeft ervaring. En de docent die draagt bij vanuit zijn inhoudelijke en zijn didactische ervaring en kennis. Door het combineren van deze perspectieven kan dit tot onderwijsverbetering leiden. Een student-docentpartnerschap is een intense vorm van studentparticipatie. Op basis van de literatuur hebben we drie niveaus van studentparticipatie kunnen onderscheiden. Vanaf dat de student helemaal niet betrokken is bij onderwijsverbetering, hierbij, of waarbij de student vragenlijsten invult, maar waar vervolgens niets mee gedaan wordt. Naar het tweede niveau, de student als adviseur. Hierbij vult de student vragenlijsten in over hoe hij of zij de cursus heeft ervaren, of wat er beter zou kunnen, of neemt de student deel in evaluatiepanels. Hier wordt vervolgens ook echt iets mee gedaan door de docenten. En dan hebben we bovenaan het student-docent partnerschap, wat ik hiervoor heb uitgelegd. Een voorbeeld van een student-docent partnerschap is dat een student en een docent gezamenlijk de onderwijsvorm of een toetsvorm kan bepalen. De mate van studentparticipatie neemt hier dus in toe. Maar wat is dan het probleem? Het probleem vanuit het studentperspectief. Als we daar eerst naar kijken, dan weten we dat studenten zich nog niet altijd serieus genomen worden. Zij hebben dat unieke perspectief, maar er wordt nog niet altijd iets mee gedaan. En wat is dan het probleem vanuit het docentperspectief? Nou, docenten die staan een beetje twijfelachtig tegenover studentparticipatie. Zo'n student-docentpartnerschap kan een manier zijn om dit probleem te tackelen.
Er is alleen nog maar weinig empirisch bewijs over hoe student-docentpartnerschappen bereikt kan worden. Het perspectief van de student en van de docent is eigenlijk nog onderbelicht. Wat zijn hun ervaringen en wat zijn hun wensen? Het doel van dit proefschrift is om erachter te komen wat er nodig is om student-docentpartnerschappen te faciliteren om uiteindelijk tot onderwijsverbetering te kunnen komen. Om daarachter te komen hebben we drie onderzoeksvragen opgesteld. Wat zijn de ervaringen en de wensen van studenten? Wat zijn de opvattingen van docenten? En als derde, wat zijn de voorwaarden? Wat is er dan voor nodig om tot zo'n student-docentpartnerschap te komen? Om daarachter te komen hebben we 5 studies uitgevoerd. We hebben daarvoor verschillende designs gebruikt en er zijn verschillende deelnemers bij betrokken. In de eerste studie hebben we een vragenlijst afgenomen en hebben we daarnaast 4 focusgroepen georganiseerd onder actief betrokken studenten. Actief betrokken studenten zijn studenten die al deelnemen in evaluatiepanels, in blok design teams, blokplanningsgroepen of in het managementteam bijvoorbeeld. Studie 2 en studie 3, daarvoor hebben we een vragenlijst uitgevoerd bij de brede studentpopulatie. Dat zijn dus studenten die niet alleen de studenten die al betrokken zijn, maar ook studenten die op geen andere manier al betrokken zijn. Bij studie 4 hebben we interviews gehouden bij docenten. Om preciezer te zijn bij blokcoördinatoren. En tenslotte hebben we in studie 5 een kleine literatuurstudie gedaan naar 3 concepten gerelateerd aan studentparticipatie. Nou, als we dan terugkomen op de eerste vraag. Wat zijn de ervaringen en de wensen van studenten met betrekking tot zo'n student-docentpartnerschap? Nou, om daar achter te komen, maken we gebruik van studie 1 en studie 2. Dus het perspectief van de actief betrokken studenten en het perspectief van de brede studentpopulatie. Wat zien we hier dan? Hier zien we het perspectief van de actief betrokken studenten op student-docentpartnerschap. Hierbij hebben we het gemiddelde genomen van een aantal stellingen op de huidige en de gewenste situatie om dat student-docentpartnerschap te meten. Op een 5-punt schaal van helemaal mee oneens tot met helemaal mee eens. We zien dan dat studenten nog niet optimaal zo'n student-docentpartnerschap ervaren. Maar dat zij dat wel meer zouden willen dan nu het geval is. Dat sluit aan bij het perspectief van de brede studentpopulatie. Als we daarvoor hebben gekeken naar de adviseursrol en de partnerrol. En daarbij hebben we gekeken op een 7-punt schaal van helemaal mee oneens tot met helemaal mee eens. Voor beide rollen, de adviseur en de partnerrol, hebben we een gemiddelde score berekend op basis van een aantal items. Hier zien we de huidige situatie. En dan zien we dat studenten nog niet echt zo'n partnerschap ervaren, maar wel een beetje die adviseursrol. We hebben natuurlijk ook gekeken naar die gewenste situatie. Dan zien we dat studenten een beetje die partnerrol willen ervaren, maar ook wel die adviseursrol willen ervaren. Nou, de gewenste situatie die verschilt van de huidige situatie. We zien dat studenten significant meer die adviseursrol en die partnerrol willen ervaren. Laten we dan ook eens gaan kijken naar dat andere perspectief. Het perspectief van de docent. Wat zijn de opvattingen van docenten met betrekking tot zo'n student-docentpartnerschap? Om hierachter te komen maken we gebruik van studie 4. Hierbij hebben we interviews gehouden waarin we uitgebreid met docenten hebben gesproken over hoe zij studentparticipatie en student-docentpartnerschap ervaren of hoe zij daar tegenaan kijken. Nou, dan op basis van de interviews hebben we 3 perspectieven, 3 soorten opvattingen weten te onderscheiden.
De eerste opvatting is de docenten doseren en de studenten studeren. Deze docenten geven aan dat er echt twee gescheiden doelen zijn voor studenten en docenten. Deze docenten geven aan dat studenten op geen enkele manier betrokken kunnen zijn bij de verbetering van onderwijs. De tweede opvatting, docenten doseren en waarderen de feedback van studenten. De docenten met deze opvatting geven aan dat zij zeker wel openstaan voor de inputs en voor de opvatting en de gedachten van studenten. Zij zien het echt als een waardevol perspectief. Deze docenten betrekken studenten vooral op het moment bij de evaluatie. Dan hebben we hier de derde opvatting. Docenten en studenten co-creëren onderwijs. Docenten geven hierbij aan dat studenten en docenten allebei een substantiële bijdrage kunnen leveren aan onderwijsverbetering. Dan heb ik hier een quote die goed past bij de derde opvatting. Ik zal even met jullie meelezen. Maar ik heb de wijsheid niet in pacht. En als studenten daar hele interessante ideeën over hebben, die ze misschien elders hebben opgedaan, dan denk ik dat je daarover moet kunnen praten. De docenten van dit perspectief geven aan dat zo'n partnerschap, zo'n student-docent partnerschap, niet alleen maar voordelen heeft voor studenten en voor docenten, maar ook dat het kan helpen om de cursus te verbeteren. Deze docenten geven ook aan dat studenten ook echt zelf initiatief kunnen tonen om hieraan bij te dragen. Oké, nou, dan weten we tot nu toe dat studenten en docenten op zich al wel openstaan om studenten meer te betrekken richting die partnerschappen. Maar ze geven ook aan dat er nog wel wat voor nodig is. Dan komen we aan bij de derde onderzoeksvraag. Wat zijn de voorwaarden voor zo'n student-docent partnerschap? Wat is er dus nodig om bij zo'n student-docent partnerschap te komen? Ik zou graag de volgende vier voorwaarden met jullie willen bespreken. Verbondenheid, wederzijds respect, communicatie en de ondersteunende organisatie. Verbondenheid gaat over dat studenten en docenten bereid zijn om extra energie te stoppen in onderwijsverbetering. Studenten geven aan dat zij niet alleen betrokken willen zijn bij de evaluatie van cursussen, maar ook dat zij betrokken willen zijn bij de implementatie. Docenten geven aan dat zij zich nog niet altijd bewust zijn dat zij studenten meer kunnen betrekken dan in zo'n adviseursrol. Wederzijds respect, de tweede. Dat gaat over dat studenten en docenten elkaar waarderen en elkaar serieus nemen. Studenten geven aan dat zij zich al wel een beetje gerespecteerd voelen, maar dat dit nog wel beter kan. Studenten geven aan dat het belangrijk is dat docenten zich allereerst openstaan voor de feedback van studenten. Docenten geven zelf ook aan dat het belangrijk is dat docenten studenten meer willen betrekken. Dan komen we aan bij de derde, communicatie. Communicatie is volgens studenten en volgens docenten van belang. De rollen van studenten en docenten zullen hiervoor ook duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd moeten worden. Volgens studenten is dit nog niet altijd het geval. Het gezamenlijk schrijven van een rolomschrijving zal hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Docenten geven ook aan dat het belangrijk is dat studenten goed kunnen communiceren. Maar ook dat studenten en docenten gezamenlijk de dialoog aan moeten gaan om over hun perspectieven en opvattingen te kunnen bespreken op een gelijkwaardige manier. Ten slotte de ondersteunende organisatie. Dat gaat over dat er aan de ene kant voldoende middelen zijn, maar aan de andere kant ook dat er een cultuur is van samenwerking. En
waarbij er een visie is ook op studentparticipatie. Docenten gaven aan dat zij dit belangrijk vonden. En ook uit de kwantitatieve analyse vanuit de studenten, vanuit het studentperspectief, kwam dit naar voren. Maar wat hebben we hier dan aan? Wat kunnen we hier dan mee in de praktijk? Wij denken dat het belangrijk is om ons eerst te richten op de bewustwording bij studenten en docenten over het belang, over de betekenis, over de voordelen, maar ook over de uitdagingen van zo'n student-docent partnerschap. Daarna lijkt het mij belangrijk om te focussen op de implementatie van dat student-docent partnerschap, waarbij er ook aan de voorwaarden voldaan wordt. Dan wil ik jullie hierbij hartelijk bedanken voor uw aandacht en geef ik graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor uw heldere presentatie. De oppositie zal worden geopend door de voorzitter van de proefschriftbeoordelingscommissie, professor De Nooijen. Zij is ook leraar interprofessioneel opleiden en zij is tevens ook secretaris van deze commissie. Professor De Nooijen, gaat u gaan. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, allereerst mijn complimenten voor uw proefschrift en ook uw promotiecommissie wil ik daar graag bij betrekken. Met uw proefschrift levert u een belangrijke bijdrage aan het onderwijs binnen de FHML en daar ben ik altijd blij mee natuurlijk. Ik heb uw proefschrift met extra belangstelling gelezen, want ik ga zelf beginnen met co-creatie met studenten. Dus u zult begrijpen dat ik nog wat vragen heb en ook graag wat advies zou willen. Mijn eerste vraag gaat over de definitie die u heeft voor student-staff partnership. En die staat in het Nederlands op pagina 123. En ik wil u vragen om die nog eventjes voor te lezen, zodat het publiek ook weet waar het precies over gaat. Pagina 123 begint op de derde regel. Een gezamenlijk, wederkerig proces waarbij alle deelnemers de mogelijkheid hebben om gelijkwaardig bij te dragen, maar niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier aan curriculaire of pedagogische conceptualisering, besluitvorming, implementatie, onderzoek of analyse. Dank u wel, mevrouw Parenie. Mijn eerste vraag aan u is, heeft u in uw optiek deze definitie toegepast in uw onderzoek? En kunt u dat toelichten? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en voor uw vraag. U vraagt zich af of wij deze definitie toegepast hebben in ons onderzoek. Ik denk zeker dat wij deze definitie toegepast hebben. Wat wij vooral ook hebben gedaan is voor docenten hebben we hem wat eenvoudiger en voor de studenten hebben we hem wat eenvoudiger verwoord. En dat wij hem geïnterpreteerd hebben als dat studenten en docenten op een gelijkwaardige manier bijdragen, maar niet identieke manier bijdragen aan het besluitvormingsproces en aan de implementatie van het onderwijs. Als ik eens terugkijk naar de definitie, dan vind ik een belangrijk punt wat hierin genoemd wordt. Het gaat om de gelijkwaardigheid. Dat het niet gaat over dat de student en de docent gelijk is, maar juist op een unieke, dat beide studenten en docenten juist dat unieke perspectief hebben. Dat begrijp ik. En hoe ziet u dan de wederkerigheid van dat proces? De wederkerigheid, dan denk ik vooral aan aan dat studenten en docenten. Een mooi voorbeeld bij de studie van het docentperspectief, waarbij dat stukje wederkerigheid ook kwam. Nou, dat zit hem en in de vorm van respect, in het wederkerig respect. Dus dat de studenten en de docenten elkaar op een serieuze manier behandelen. En daarnaast, een mooi voorbeeld was dat docenten bijvoorbeeld aangaven bij dat hoogste niveau, studenten en docenten co-creëren het onderwijs. Daarbij gaven de docenten ook aan dat zij
dat zij... dat een voorbeeld daarvan was dat studenten daarbij, hoe zeg ik dat, ook betrokken kunnen zijn wanneer een casus bijvoorbeeld in het curriculum verbeterd moet worden. Mm-hmm. Dat zij dan aan de ene kant kan de docent een casus schrijven en kan de student daar feedback op geven. Om hem weer te verbeteren. Maar de docenten gaan bijvoorbeeld ook aan dat de student ook een casus zelf kan schrijven. En dat de docent daar vervolgens input op kan geven. Dat ook op een wederkerige manier. Mm-hmm. En gebeurt dat ook in de praktijk op dit moment? Dat gebeurt nog. Ik kan daar. Omdat dit op basis van de kwalitatieve studie is, kan ik daar niet heel veel uitspraken over doen. Maar tot nu toe merk ik wel dat van deze steekproef zaten maar weinig docenten in dat hoogste niveau. Dat die hoogste opvatting kwam het minste voor bij docenten. Ik krijg het idee hoe de docenten erover spraken, dat dit nog niet heel gebruikelijk is. En hoe zouden wij dat dan als docenten meer kunnen bewerkstelligen? Ik denk dat het belangrijk is om daarvoor eerst ook open te staan voor studenten. En dat het belangrijk is dat om met een kleine groep te beginnen, met studenten, die al wat openstaan voor studentparticipatie, zodat het makkelijker, zodat zij daarmee ook weer het goede voorbeeld kunnen geven. Mm-hmm. Wat zij kunnen doen is dan bijvoorbeeld ook eerst gezamenlijk aan tafel gaan zitten. Een praktisch voorbeeld is ook een aantal studenten bij elkaar samen met een aantal docenten in een blokplanningsgroep. En om het eerst eens te hebben ook over het doel. Wat is überhaupt het doel van het blok? En op welke manier kunnen studenten en docenten, in welke stukjes kunnen studenten en docenten daar op een gelijkwaardige manier in bijdragen? Ik denk dat een startpunt zou kunnen zijn. Oké. Dan gaat mijn tweede vraag, want u weet, ik zit met name, geef ik onderwijs in het helpdomein, ben ik daar betrokken. U heeft vooral onderzoek gedaan onder biomedische wetenschappen, studenten en ik vermoed ook docenten, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In hoeverre verwacht u dat uw resultaten generaliseerbaar zijn naar de twee andere domeinen binnen de FHML en op grond waarvan? We hebben inderdaad alleen gekeken binnen FHML en dan twee studies daarbinnen bij biomedisch. En de andere twee studies ook binnen enkele andere opleidingen, binnen FHML. Ik denk dat het wel te generaliseren is naar ook de andere domeinen. Waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat het me opvalt dat de resultaten ook goed aansluiten bij studies... die door anderen zijn uitgevoerd in andere, bijvoorbeeld juist in andere vakgebieden, bij onder andere docentopleidingen. Ja. Op basis het sluit eigenlijk goed op aan. Oké, dank u wel voor uw antwoorden. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor De Nooijer. De oppositie wordt voortgezet door professor Looyen. Zij is niet hier aanwezig, maar wel online. We zien haar nu op het scherm. Professor Looyens is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht. En zij is verbonden aan het University College Roosevelt. Professor Looyens, gaat u gang. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovenda, ik wil u eerst van harte feliciteren met uw mooie proefschrift. En ik wil graag uw promotor en co-promotoren in deze felicitaties betrekken. Uw proefschrift geeft blijk van een mooie dosis ambitie. U heeft het nodige uit de kast gehaald in zaken onderzochte concepten, participanten aan uw studies, onderzoeksdesigns en analysetechnieken. Ik heb zelden zo'n gevarieerde set gecombineerd gezien in één proefschrift.
En ik denk ook te weten wat dat voor u geïmpliceerd heeft. U ontwikkelen tot een schaap met 5 poten volstond niet. Maar u heeft zich moeten ontpoppen tot een absolute 1000-poot. Ik heb zelf enige tijd geleden mijn proefschrift geschreven over concepties van leren en heb daar toch voor mijn gevoel de nodige jaren op moeten broeden, om dan maar even in partnership-termen te formuleren. Maar voor u was dit slechts één van de vele concepten die u onderzocht heeft, de chapeau. Dit gezegd hebbende zit ik hier vandaag ook om met u van gedachten te wisselen over uw onderzoek. Toen uw promotor en co-promotoren mij vroegen om zitting te nemen in uw leescommissie, begin dit jaar, was ik uiteraard vereerd, maar ook bijzonder nieuwsgierig. Collega's Remy Rieker, Lisette Winia en ikzelf hadden namelijk net zelf een promovenda, Ingrid Snijders, naar de eindstreep begeleid met een proefschrift getiteld Fostering Student-Faculty Relationships in Higher Education. Tja, wat kan ik zeggen? Great minds think alike. Zij onderzocht de relatiekwaliteit tussen studenten en docenten en personeel en bekeek hoe de verschillende dimensies van relatiekwaliteit invloed hadden op student engagement en student en alumni loyalty. Geen zorgen, we gaan ons vandaag hier niet wagen aan zoek de 10 verschillen of wie heeft er gelijk. Maar ik ben wel benieuwd naar een vergelijking van de operationalisaties van student-faculty relationships en uw eigen student-staff partnerships. Want wat mij opviel was dat u ook vertrekt van een kader van verschillende stakeholders in het onderwijs en in uw inleiding ook spreekt van de ontwikkeling van studenten als customers, klanten, naar soms lastige klanten, maar wel lastige klanten die de organisatie verder kunnen helpen. Dus het vertrekpunt is vergelijkbaar. Alleen uw operationalisatie verschilt. U focust op respect, influence, autonomy, commitment en responsibility. Dr. Snijders definieert het als trust in benevolence, dus concern about welfare. Trust in honesty, integriteit, effective conflict, effective commitment en satisfaction. En u heeft ook uw eigen vragenlijst geconstrueerd rondom deze concepten. En ik lees in hoofdstuk 2 dat u deze 5 concepten als criteria voor student-staff partnerships baseert op een klein aantal empirische artikelen rondom deze thematiek. Maar nu ben ik zo benieuwd, als eerste, waarom precies deze 5? En mijn tweede vraag, zonder daar een waardeoordeel aan te hoeven hangen hoor, maar wat vindt u van onze operationalisatie? Graag uw gedachten hieromtrent. Okay. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en voor uw vragen. U vraagt naar waarom wij voor deze 5 voorwaarden gekozen hebben. Dat komt doordat als we hebben als basis 3 concepten gebruikt die vanuit Cook-Zeta kwamen. Maar wat ons opviel was dat vanuit andere artikelen er ook nog enkele andere concepten naar voren kwamen die in relatie gebracht werden met zo'n student-docent partnerschap. Die zijn wij vervolgens gaan vergelijken. En daar zagen wij soms ook overeenkomsten in. En op die manier zijn we gaan puzzelen en zijn we eigenlijk tot deze 5 gekomen. Ik denk ook zeker niet dat dit de enige voorwaarden zullen zijn. Maar ik denk dat dit in ieder geval een mooi beginpunt is. U vraagt daarnaast ook wat ik denk over de operationalisatie van de concepten die u net genoemd had. Ik hoorde u ook effective commitment noemen. Nou, die
sprak er voor mij gelijk uit. Want daarbij denk ik ook, ja, ja, die hebben wij ook meegenomen. Dus daarbij denk ik, ja, dat snap ik helemaal. U noemde ook satisfaction. Daarbij begrijp ik het ook. Dat valt bij ons denk ik ook wel. Ik denk dat dat bij ons er ook in verwerkt zit, maar dan niet op een expliciete manier. Ik denk dat juist dat meer ook valt bij ons onder het wederzijds respect. Dat dat daaraan gerelateerd kan zijn. Van of een student of een docent tevreden is. En dat dat ook ja, gerelateerd zou kunnen zijn aan of een student zich ook gewaardeerd voelt, serieus genomen voelt. Dus daar zie ik ook wel mogelijke linken. Dus in ieder geval, ja, ik merk zeker ook dat ik denk van, ja, dat begrijp ik ook volkomen. Mm-hmm. Ja, en dan stel ik mij toch de vraag, hoe verschillend zijn student-staff partnerships en student-faculty relationships? Want eigenlijk de insteek van het proefschrift van onze promovenda, dokter Snijders, was eigenlijk om te kijken, zij heeft ook een achtergrond in de economie, in de marketing, om te kijken van ja, dat idee van studenten als klanten, hè, kunnen we daar ons voordeel mee doen? Nu begrijp ik toch dat uw proefschrift een iets andere focus legt daarin. Zie ik dat goed? Dat ziet u goed. Wij zien namelijk dat... Wij gebruiken de mate van studentparticipatie als basis. En dat studenten als klanten daar ook al zeker... Daar valt ook zeker al het voordeel van te doen. Ik denk dat dat qua adviseur ja, gerelateerd kan zijn aan hoe de adviseursrol bijvoorbeeld ingevuld kan worden. Ik denk dat dat richting dat niveau zal zitten bij ons. En dat wij, het is ook maar hoe het gedefinieerd is. Wij zien dat laagste niveau juist echt daar zo... Is de student niet betrokken of daarbij wordt er vervolgens niets mee gedaan. En als je kijkt naar een student als klant, dan hoort daar eigenlijk tenminste in mijn optiek zit daar dan een ander waardeoordeel, een andere manier van, een andere soort relatie bij in. Terwijl wanneer je richting dat partnerschap gaat, ik denk dat dat een intensieve vorm is van een relatie. Waarbij je juist de focus legt op dat gelijkwaardige. Mm-hmm. En niet per se het identieke, maar meer op dat gelijkwaardige. Dus ik denk, ja, het is ook maar net, denk ik, hoe relationships of studentparticipatie gedefinieerd wordt. Maar wij streven toch richting op een student op een intensieve manier. Ik moet u hier onderbreken, wij moeten door naar de volgende opponent. Het spijt me, maar we moeten door naar de volgende opponent. Anders dan komen we een beetje in de knoop. Dank u wel. De volgende opponent is professor Fluit. Zij is hoogleraar innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg en verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Professor Fluit, het woord is aan u. Dank u wel, meneer de prorector. En geachte kandidaat, ik wil u ook allereerst hartelijk feliciteren met het gereed komen van uw proefschrift. En die felicitaties gelden uiteraard ook voor uw opleidingscommissie en het hele team. Ik heb met plezier het proefschrift gelezen. Het heeft onderzoek gedaan naar het opbouwen van student-staff partnerships om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En u geeft aan dat studenten meer inbreng willen hebben. Docenten lijken dat ook te willen, enkel daar gelaten. Maar het blijft wel moeilijk. Want een van de lastigste punten blijkt toch te maken te hebben met macht. Studenten moeten empowered worden, zegt u. En u geeft aan dat dit de sleutel is tot de SSP's. Maar ze voelen te weinig respect om als gelijkwaardige partner mee te doen. Maar docenten geven hun macht niet af. Dat heeft u beschreven in hoofdstuk 5.
Als belangrijkste reden geven ze aan dat ze bang zijn dat ze minder macht krijgen dan de studenten. Nu wisten we in de inleiding eigenlijk al dat er een ongelijke situatie is tussen student en docent. Er is een afhankelijkheid. Er is een verschil in expertise, verantwoordelijkheid. De docent blijft in dat onderwijs, maar de student is eigenlijk een passant en gaat door naar zijn volgende onderdelen. En dan kom ik bij de discussie en dan schrijft u dat de studenten, dat we die moeten empoweren, dat daar de sleutel ligt. En ik was een beetje teleurgesteld in die zin dat ik dacht van, ja, maar wat moet ik nou precies gaan doen? Want empoweren, dat is wel een heel makkelijk containerbegrip. We moeten ze meer macht geven. Kunt u mij uit deze teleurstelling halen en mij een aantal concrete tips geven wat ik nou zou kunnen doen om die studenten te empoweren? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten. En u geeft aan teleurgesteld te zijn in dat u eigenlijk weinig praktische handvaten tegenkomt in het proefschrift. Van wat moet daar, wat kunt u er nu mee? Ik kan u daar denk ik zeker bij helpen. Ik zal beginnen met studenten en docenten te betrekken die allebei al interesse hebben. Dus begin klein met studenten en docenten die al actief betrokken zijn. Begin met een vergelijkbare balans, dat er niet één student tegenover vijf docenten zit. Maar betrek beide. Zorg dat daar een balans in zit. Ik denk dat het taalgebruik ook belangrijk is. Dus heb het over wij in plaats van over zij. Op dat soort kleine manieren valt al samen te brengen. Wat ook interessant kan zijn, juist omdat hij ook aangaf, hè, die powerrelatie, die is er en dat is lastig te doorbreken. Ik denk dat het daarvoor interessant kan zijn om juist studenten ook bijvoorbeeld van een andere opleiding te betrekken. Zodat daarvan ook een minder grote powerrelatie is, omdat die student niet beoordeeld wordt door de docent, maar wel een interessante inbreng kan hebben, juist vanuit mogelijk andere onderwijsvormen die de andere student heeft meegemaakt en dergelijke. Ik denk dat het belangrijk is om aan het begin samen de student en de docent de doelen te laten beslissen. Om samen te kijken van oké, waar willen wij ons op gaan richten en waar kan de student en de docent samenwerken. Ja. Ik hoor al een aantal praktische tips. En moeten we ook die powerrelatie bespreken? Of problematiseren? U vraagt hoe ik de powerrelatie kan. Heeft u dat gezien? Dat er over die powerrelatie wordt gesproken? Hoe wij hebben gezien dat er over die powerrelatie besproken wordt. Docenten geven echt aan van in de focusgroepen van die eindverantwoordelijkheid. Van studenten en docenten samen. Als ze het in de focusgroepen vertellen, geloof ik gelijk, want dat is redelijk veilig. Maar durven ze elkaar aan te spreken hierop? Of dat nu al het geval is, daarbij denk ik dat vooral het geval is wanneer bij de studenten en de docenten die al op een geformaliseerde manier samenwerken, bijvoorbeeld in de managementteams. Daar zijn de rollen ook al duidelijk. Ik denk dat nog minder het geval kan zijn in de bijvoorbeeld in de blokplanningsgroepen. De cursusontwerpteams. Zou u me aanbevelen om dat ook te thematiseren in de student-staff partnerships?
Ik denk zeker dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Ik denk wat kan helpen is om gezamenlijk bijvoorbeeld één workshop, dat lost niet gelijk alles op. Maar ik zal wel samen in gesprek willen gaan om bijvoorbeeld te kijken hoe kunnen de feedbackvaardigheden verbeteren. Hoe kunnen we zorgen dat we gezamenlijk besluiten kunnen maken om dat soort onderwerpen... om daar extra aandacht aan te besteden. Oké, ik hoor al een aantal praktische punten. Ik kijk even of ik heb volgens mij nog 1 minuut. Dat is... Nee, helaas, dat hebt u niet. Helemaal niet meer. Ja, dan is mijn tijd voorbij. Tijdnood. Nee. Dan geef ik het woord graag terug aan u, meneer de corrector. Ik had mijn eigen timer gezet. Kijk, de wekkers gaan al af. Dank u wel, professor Fluit. Ik ga graag naar de volgende opponent. Dr. Jansen. Hij is associate professor aan de vakgroep farmacologie en toxicologie van de Universiteit Maastricht. Dr. Jansen, ga gang. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat. Fijn dat ik hier kan zijn en dat ik de gelegenheid ben om een aantal woorden te wisselen voor uw proefschrift. Ik heb een... Ja, helemaal gelezen. Ik heb er zelfs een oordeel over gegeven. Dat was een positief oordeel. En vandaag ben ik ook hier om u te feliciteren met het resultaat. Daar wil ik het promotieteam in betrekken. U krijgt nu de felicitatie, maar ook een beetje de familie. Want het is toch niet alleen een werk van een promovendus. Nee, je zit ook in een heel systeem. En wat ik eigenlijk wil doen vandaag, ik wil u uitdagen. Ik wil een kort partnerschap met u aangaan. Ik ben het staflid. U bent de student. U bent nog steeds PG-student. Klopt toch, hè? Ja. En ik heb eigenlijk 1 vraag. En die vraag, u krijgt een beetje inspraak in die vraag. En die vraag, die bestaat 4 karakters. En u mag dan kiezen. Het gaat over een axiomatisch probleem, een methodologisch probleem, een praktisch probleem of een artistiek karakter van de vraag. En u mag er 2 van de 4 kiezen. Dan zal ik kiezen voor het praktische en het artistieke probleem. Nou, dank u wel. Dat past ook een beetje bij mijn gedachten. En dan laten we eerst eens over de praktische vertaling en consequenties van uw student-staff partnership hebben. Ik ben blokkenader, meerdere blokken in FHML. En ik vind het heel erg belangrijk om een goed team te hebben. En natuurlijk uw... En als je een goed onderwijsteam hebt, dan komt dat zeker die kwaliteit van het onderwijs ten goede. Maar hoe ga ik dit nou doen? Als ik zeg, ik heb in januari, begint mijn blok van 4 weken, heb ik dan een blok. Hoe en wanneer ga ik dan studenten recruteren? Moet ik dan tweedejaars of zesdejaars studenten hebben? Stel dat ik een eerstejaars blok heb, want die studenten die hier in september beginnen, ja, wat weten die dan? En ik zeg, ja, mijn studenten weten niks, dus... Ik ben dan de docent, zeg ja, nee, maar die wil ik helemaal niet in mijn blok. Hoe ga ik dat praktisch doen? Heb je tips voor mij? U vraagt, hooggeleerde opponent, ja, u vraagt, zeer geleerde opponent, u vraagt zich af hoe u dat echt praktisch kan aanpakken. Voor uw vierweekse blok in januari, welke studenten kunt u daarbij betrekken? U geeft aan dat u bang bent dat studenten die nog net begonnen zijn, dat die nog niets voldoende weten. En ik zei, vraag er ook af, hè, die zesdejaars, hoe benader ik die wellicht? Ik denk dat het dan een leuke manier kan zijn om... we hebben hier al wel een structuur met waarbij studentvertegenwoordigers zijn. En ik denk dan dat als u voor het eerste blok juist kunt u beginnen om hen ook te benaderen. En om te kijken, hebben zij ook contacten ook met studenten in de master bijvoorbeeld. Dan ga ik het toch even onderbreken. Dat mag bij deze sessie, heb ik geleerd. En wij beginnen in de zomer met de voorbereiding van januari. De studenten komen september binnen. Voordat de hele studentenorganisatie in Puls, et cetera, opgericht is. Dan krijgen we in november een briefje. Dit zijn de studenten, dan zijn we al helemaal klaar. Dus ik zou zeggen, nou dan moet ik ouderejaars hebben. Maar die ouderejaars,
Die zijn zo druk bezig met alle andere dingen. Zou het een idee zijn om hen te betalen? Ik denk dat dat zeker ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Sommige docenten uit studie 4 gaven ook aan, juist voor die gelijkwaardigheid, dat zij zeiden, dat ze echt bewust aangaan van er moet iets, ja, je kan niet een partnerschap aangaan als dat niet op die manier ook gelijkwaardig is. Omdat zij juist aangeven de studenten ook weer niet te willen uitbuiten, zeg maar. Ja, daar ben ik dan volledig met u eens, dankjewel. Want de salarisverschillen zullen er dan wel zekerlijk zijn. Maar ik denk wel dat de studenten ook beloond moeten worden. Dat zal zeker helpen en dan krijgen ze ook veel meer verantwoordelijkheid. Dus dan in die zin ga ik met u mee. En dan wil ik graag naar die artistieke vraag. Want anders haal ik het niet binnen de 7,5 minuut. En ik heb geleerd, ik vond uw kaft zo mooi. En als ik voor uw kaft, dan moet ik eigenlijk naar uw tweelingzus kijken. En dan vroeg ik mij dus af, en ik mag de hulp van die tweelingzus inschakelen, maar eigenlijk wil u misschien de tweelingzus vragen. Wie zijn nou de stenen en wie zijn nou de cement? Zijn de stenen de docenten en de cement zijn de studenten? Of is het nu andersom? Hoe heb je dat gezien? U kaart ze vraag. Dan vraag ik hoe zij het ziet. Nou, dan ik kaart ze vraag even terug. Dan, want ik heb natuurlijk ook een visie, maar ik hoor het graag van u. Daar kom ik graag. Omdat een ontzettend leuke vraag. De bakstenen staan voor de studenten. Juist, en het cement staat voor de docenten. Je hebt beide, de studenten en de docenten, nodig. Dus de stenen. En het cement om een stevige muur te bouwen, om samen verder te komen. En om juist zo'n stevige muur te bouwen. Het leuke is dat ook geïllustreerd is in elk hoofdstuk. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk voor docentperspectief zijn er 3 cementmolens met de andere perspectieven op. En ook het goede, stevige cement. Maar dan begrijp ik dus dat de docenten door de cementmolen worden gehaald. De stenen worden er neergehaald. En dat lijkt me helemaal niet zo'n fijn idee. Want wij worden door elkaar gehusteld als docent. Ik zie het namelijk andersom. De docenten leveren alle bouwstenen en leggen alles aan. En met de studenten ga je iets creëren. En of dat nou een driehoek wordt of een kubus of wat dan ook, et cetera. Ik zou het net andersom interpreteren. Maar ik ga hier nu ontwijken. Ik vind de discussie buitengewoon interessant en leuk, maar we moeten door naar de volgende opponent. Dank u wel. Dank u wel, dokter Jansen. De oppositie wordt voortgezet door dokter Verstegen. Zij is assistant professor bij de vakgroep onderwijsontwikkeling en onderwijsresearch aan de Universiteit Maastricht. Dokter Verstegen. Dank u, meneer de prorector. Ik wil natuurlijk ook u, promovenda, feliciteren en uw hele team. Als onderwijsontwerper ben ik ervan overtuigd dat studenten betrokken moeten zijn bij onderwijsontwerp. Maar hoe dat het beste kan, is niet altijd zo gemakkelijk. Nou zie ik heel veel waardevol onderzoek in uw proefschrift. Dat gaat voornamelijk, denk ik, over het verbeteren van lopend onderwijs. Zelf heb ik recent een heel andere casus aan de hand gehad. We hebben onze masteropleiding helemaal herzien, helemaal veranderd. Wij hebben studenten in verschillende fases van dat proces op verschillende manieren betrokken. En ik wil u daar graag in meenemen en ik ga u daarna vragen wat vindt u daarvan en zou u dat ook zo gedaan hebben of niet. Aan het begin wisten we alleen maar dat we de opleiding wilden herzien, maar wij wisten ook nog niet hoe. Ik ben wel met studenten in gesprek gegaan, ik heb ze dat ook gevraagd. Maar dat vonden ze heel moeilijk. De vraag die ze heel goed konden beantwoorden was, wat vinden we nou fijn aan het huidige programma en wat vinden we minder fijn? Maar de vraag, hoe zou het dan helemaal anders kunnen? Dat was te moeilijk. Zij konden niet loskomen van dat kader van het programma dat ze kennen. Geldt ook voor heel veel stafleden, maar dat terzijde. Gebaseerd daarop zijn we eigenlijk dat herzieningsproces in eerste instantie zonder studenten ingegaan. We zijn gaan brainstormen, ideeën gaan bedenken. In die fase heb ik wel regelmatig met studenten overlegd om ze ideeën voor te leggen, als een soort klankbord. Dat is eigenlijk nog onder adviseur, denk ik. Maar ik heb ze bijvoorbeeld wel eens gevraagd, wat zouden jullie ervan vinden als wij alle punten afschaffen?
Dat is dan een vraag waar studenten heel goed antwoord op kunnen geven, waar ze over kunnen nadenken. Pas veel later, toen onze ideeën eigenlijk vrijwel uitgekristalliseerd waren, hebben we studenten betrokken in wel een echte student-staff partnership op een heel concreet onderwerp. Bijvoorbeeld het uitwerken van de coaching. Hoe zullen we dat nou vormgeven? Hoe vaak wil je je coach zien? Wat moet er dan besproken worden? Dat gaat heel goed. Mijn stelling is dus dat die studentparticipatie in verschillende fasen van zo'n herzieningsproces er anders uit moet zien. Vindt u dat ook? En waarom wel of waarom niet? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw felicitaties en voor uw vraag. Ik ben het met u eens dat het in die fases inderdaad verschillende maten van studentparticipatie kan plaatsvinden. Ik denk dat het student-docent partnerschap ook zeker niet in elke situatie de meest ideale vorm is. Net zoals dat u ook al aangaf, dat in het begin de studenten daarbij hadden van ja, maar wij weten, wij kunnen dit, wij voelen ons hier niet volledig bekwaam in. Ik denk dat het daar inderdaad ook goed is om daarnaar te luisteren. Juist om aan de ene kant valt het te proberen om ze in zo'n fase juist eens te stimuleren. Om te kijken of ze toch die drempel over. Want het is voor studenten natuurlijk ook niet niks om zo'n verandering aan dat opeens zoiets gevraagd wordt. Dus het valt te kijken of zij de drempel over te helpen. Maar anders als studenten al aangeven dat niet wenselijk is voor hen om daarover na te denken, dan lijkt mij het een ideaal plan om dat vervolgens als studenten daarna juist als klankbord te gebruiken en juist naar dat tweede niveau, die adviseursrol te gaan. Dus ik sluit me daar, ja, ik denk zeker dat een goede optie is om te kijken van waar zien studenten en docenten samen de mogelijkheid voor dat partnerschap en waar zien ze dat niet. En dan kan het ook een uitkomst zijn dat zij dat niet overal zien, maar op sommige plekken wel. En dan zal ik me op die punten richten. Ja, dat is een interessant antwoord. Hè? Dat komt overeen met denk ik, mijn eigen ideeën. Maar nou heb ik ook gemerkt dat het wel uitmaakt wie dat wil. Want ik heb collega's die hebben ervaring met co-creatie en student-staff partnerships. En die zien soms mogelijkheden die ik dan misschien niet zie. Hoe zouden we daar verder aan kunnen werken binnen het programma? Dank u wel voor uw vraag. Ja, ik denk dat we daarvoor kunnen kijken naar het beginstukje. Naar sowieso te beginnen met de studenten en de docenten die er voor openstaan. Maar ik denk dat nodig is, is een hele cultuursverandering eigenlijk. Omdat het niet niks is om richting die student-docentpartnerschappen te gaan. Ik denk dat kleine dingen die daarbij zouden kunnen helpen, is bijvoorbeeld wanneer er ook nieuwe blokplanningsgroep coördinatoren worden of nieuwe blokcoördinatoren worden aangenomen, om daarbij ook te kijken, niet alleen wat is hun expertise, inhoudelijke expertise, maar ook te kijken hoe staan zij open tegen studentparticipatie, om dat ook als een factor mee te nemen. Bij studenten zal ik ook willen richten om ook beginnen met die kleine groep, maar wat daarbij daarna om het uit te breiden zou kunnen helpen, zal kunnen zijn om studenten juist ook echt één op één te benaderen, juist ook die verlegen student, of juist ook om juist ook die perspectieven te kunnen krijgen. En ja, dan kan het zijn dat er training nodig is, dat er hulp bij nodig is. Dan kan het zijn dat het in het begin misschien wat meer moeite kost, maar ik denk dat je uiteindelijk daar ook veel aan kan hebben. Misschien wil ik dan nog even op dat laatste punt doorgaan, want u weet misschien dat wij in ons masterprogramma, dat is een part-time programma, wat grotendeels online is, met mensen van over de hele wereld. Daar zitten al een aantal extra barrières in. Dat heeft te maken met het feit dat die mensen niet hier zijn. Dan kan ze dus niet zo makkelijk uitnodigen voor een gezamenlijke sessie. Het heeft ook te maken met cultuurverschillen, waar het in westerse culturen heel normaal is om kritisch te zijn naar je docenten, maar elders vaak niet.
Ik vind dat best heel lastig, want ik merk dat wij geneigd zijn om dan inderdaad te beginnen met de mensen die, hè, de studenten die daar voor in zijn. Maar dat zijn bijna altijd Nederlandse studenten. Want dat is makkelijk, die zitten hier in de buurt, die zijn dat gewend. Maar dat is niet representatief. Dat, begrijp ik dat het lastig is om juist ook de online studenten erbij te betrekken. Wat zou kunnen, en dat we ook natuurlijk te maken hebben met inderdaad de cultuurverschillen. Ik denk dat het juist goed zou kunnen zijn om daar ook open over te zijn. En juist niet bijvoorbeeld ook één op één de studenten aan te spreken wanneer er even een kort overlegje is, of even na afloop, even van tevoren aan de sessie, of via op een manier juist ook expliciet die studenten aan te spreken. En te kijken op wat voor manier zij bereid zijn om mee te denken. En als ze juist enthousiast zijn ook om juist echt die perspectieven op te vangen. Ik denk dat het gesprek aangaan voorafgaand en niet alleen afloop, maar ook voorafgaand en tijdens met de hele groep. Ik denk dat het ook kan helpen om tussendoor bijvoorbeeld, al zit je dan nog niet op het niveau van een partnerschap. Ja, maar... ik denk dat ik mijn antwoord heb. Dank u wel. Ik geef het graag het woord terug. Dank u wel, dokter Verstegen. De volgende opponent is dokter Waterval. Hij is assistant professor ook op de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch aan de Universiteit Maastricht. Dr. Waterval. Hartelijk dank, meneer de prorector, geachte kandidaat. Ook ik sluit me graag aan bij de complimenten aan jou en je team die gereed zijn gegeven. En om het extra aan te kleden zou ik je voor graag een citaat willen gebruiken van Pink Floyd. Zoals ik kan afleiden uit stelling 7 en ook het al aangehaalde ontwerp van je proefschrift, is dat denk ik iets wat jou aanspreekt. Long you live and high you will fly. Smiles you will give, tears you will cry. And all you touch and all you see is all your life will ever be. En dit citaat benadrukt het belang van alles wat je ziet, het materialistische. Maar ik zou graag met u voor gedachten willen wisselen over hetgeen je niet ziet. Hetgeen er onder de oppervlakte verborgen blijft. Want bij het lezen van jouw boekje moest ik vooral daaraan denken. En dan vooral de persoonlijke motieven en overweegredenen van studenten om te participeren in dit soort partnerships. In mijn rol als studieadviseur kom ik regelmatig in contact met studenten die gefrustreerd zijn of klachten hebben over het onderwijs, in een brede zin. En als we vervolgens die studenten uitnodigen om naar de toekomst te kijken, horen we regelmatig een antwoord als: ja, maar volgend jaar ben ik er niet meer. Het heeft voor mij geen persoonlijk nut. En ergens een begrijpelijke constatering. De mens streeft immers naar bevrediging van zijn eigen behoeften. Niet waar? En een docent heeft een persoonlijk belang, want hij geeft zijn vak, zijn cursus volgend jaar weer en hij wordt er in zekere zin ook op afgerekend. Nou las ik dat veel studenten die deelnamen aan uw onderzoeken, ook al betrokken waren bij het onderwijs, bij FAML. Nou, ik vraag me af welke drijfveren studenten hebben voor zo'n student partnership en of deze zijn te categoriseren. Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie citaat en uw vraag. U vraagt zich af wat de drijfveren van studenten zijn om juist aan zo'n aan studentparticipatie deel te nemen. De ene student wat opviel was dat sommige studenten hebben daar ook uitspraak over gedaan. Sommigen inderdaad vooral voor zichzelf, maar sommigen ook juist omdat ze willen voor de lichting die juist na hen komt, dat het onderwijs ook beter wordt. Juist dingen die zij als minder fijn hebben ervaren, dat ze juist dat ook dus de toekomstige studenten gunnen om daar verandering in aan te brengen. Anderen vinden het juist heel voor zichzelf, zien ze het als een fijne verrijking. Mm-hmm. Om daar meer in te leren, meer in overleg te gaan. Ook sommige anderen. Oké, dus mijn hypothese klopt dat er verschillende categorieën zouden bestaan. Sommige studenten doen het om een wit voetje te halen bij de staf, sommige uit altruïstische redenen. Er zijn verschillende motieven. Ik denk dat, ja.
En als je daarvan uitgaat dat die motieven zijn, zou het belangrijk zijn om de motieven in kaart te brengen? Ik denk zeker dat het belangrijk is om dat in kaart te brengen. Wij hebben wel ook wat data daarover verzameld. Het lijkt me heel interessant om daar verder naar te kijken. Daar hebben wij besloten om niks mee te doen. Maar dat is zeker wel interessant om daar toch verder mee te gaan. Er zijn ook al studies die daarop gericht zijn. Kun je daar iets over uitweiden? In welke mate zou het relevant kunnen zijn? Zou je er bijvoorbeeld, hypothetiseer ik eventjes, zou er een link kunnen zijn tussen een bepaald partnership en een bepaald motief? Of ga ik daarin dan te ver? U vraagt zich af of het een link zou kunnen hebben met wat het motief van de student is en wat voor een samenwerking het eigenlijk wordt. Dat een bepaald motief beter bij een bepaalde partnership past. Ik denk dat het mogelijk zou kunnen zijn dat daar verschillen in zouden zijn. Juist dat de studenten die juist echt heel erg gedreven zijn om het onderwijs ook echt voor de volgende generatie te verbeteren, dat die wellicht meer bereid zijn er meer energie in te stoppen dan de studenten die het bijvoorbeeld alleen voor hun cv doen, zeg maar. Dus ik denk inderdaad dat daar wel verschil in. Dat misschien tot andere samenwerkingen leidt, kan misschien mogelijk minder open, ander soort communicatie misschien. Ik denk dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar ik speculeer nu ook maar wat. En u geeft aan dat zou een richting zijn waarin u ook geïnteresseerd bent om vervolgens onderzoek in te doen. Ja, dat lijkt, ja. Oké, ik kijk even naar het project. Heb ik nog tijd voor een tweede vraag? Ja? Mijn tweede vraag heeft betrekking op de rol van de stakeholders. U geeft helemaal aan het einde aan dat u het management niet betrokken heeft bij uw studies. En toch zou ik u graag willen uitnodigen om daar eens over stil te staan en over uit te weiden. Namelijk, hoe kijkt het management er tegenaan? Want ik zie dat u een grote voorstander bent om dit eigenlijk breed uit te gaan inzetten. Daar heeft u management bij nodig. Hoe gaat u die meekrijgen? Ik denk dat dat wat al mooi is dat wij binnen de Universiteit Maastricht ook al een PBL-curriculum hebben. En... Ja, u ziet en hoort, mevrouw Martens, dat de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De commissie zal zich nu terugtrekken voor beraad over de kwaliteit van uw proefschrift en de kwaliteit van uw verdediging. En ik verzoek u onze terugkomst af te wachten en het resultaat van onze overlegging. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, jij duwt me naar voren. Ja. Ja, kijk of ik... welke kant ik op moet lopen. Kijk, daar gaan ze. Ik zal klaarstaan. Dus zo komt het bedel binnen. En, ja. Het is gedaan. Het is gedaan. Mevrouw Martens, de commissie hier aanwezig en ook online aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en ook met name over de kwaliteit van uw verdediging. En op grond van haar positief oordeel en ook natuurlijk gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gewenste doctoraat toe te kennen. En hoogleraar professor Dolmans is gerechtigd u met volgens universitaire gewoonte en recht uw doctoraat te verlenen. Het woord is aan uw promotor, dokter Dolmans. Professor Dolmans. Even kijken of die aan is. Ja. Geachte kandidaat, voordat ik u met de hoogwaardigheid bekleed, heb ik eerst nog een vraag. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig. Transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Dank u wel. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie, hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Samantha Martens, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan verbonden zijn volgens wet en gewoonte. En ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de Universiteit Maastricht bevestigd. Lieve Samantha, of vanaf nu, lieve dokter Martens. Ik vind het een ongelofelijke eer dat ik als eerste jou mag feliciteren. Maar dat doe ik natuurlijk helemaal ook namens Diana en Ineke, het team. We moeten terug naar 2016, aan de overkant van de Maas in deze stad, aan de faculteit FHML. En daar hebben we, daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. En samen zijn we aan een mooie reis begonnen. Want het was september 2016. Onze toenmalige collega Annemarie Spruit had het plan ontwikkeld om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen docenten en studenten. En hoe deze verbeterd zou kunnen worden en hoe deze een bijdrage zou kunnen leveren aan de kwaliteit van onderwijs. Nou, tijdens die sollicitatiegesprekken voor die AIO-functie leerden we jou kennen. En je viel meteen op, onder andere door je het afronden van je het diploma van je research master, waardoor je eigenlijk al inhoudelijk helemaal paste. Maar je enthousiasme spatterde er denk ik nog meer vanaf. En dat viel ons ook meteen op. Het was heel duidelijk. Jouw plan was ons te overtuigen dat jij de juiste vrouw op de juiste plek was.
En dat was helemaal duidelijk en dat was op dubbelen dik gelukt. Annemarie verliet het project. Ik denk na een jaartje ongeveer om een nieuwe uitdaging aan te gaan aan de Universiteit van Utrecht. Ze is er wel vandaag, wat heel erg leuk is. En werd het nieuwe team Diana, Ineke en ik. En samen zijn we op reis vertrokken. En het doel van de reis was eigenlijk heel erg duidelijk. Het project stond je op je lijf geschreven. Je bent ook verhuisd naar Maastricht. Je hebt zelfs het Limburgse dialect proberen te leren. Waarvoor complimenten. En de combinatie van onderzoek doen, waar je al eerst dus je opleiding in had afgerond. Maar ook binnen een onderwijscontext paste helemaal. Die samenwerking tussen docenten en studenten. Het partnerschap creëren tussen twee verschillende partijen, elk met een verschillende kijk op het concept. En soms misschien zelfs wat tegengesteld. Een tegengestelde kijk op die samenwerking is iets waar je met hart en ziel mee aan de slag ging. En dat was mooi om te zien. Dat betekende ook dat het schrijven van onderzoek. En dat heb je samengevat in mooie artikelen en ook gepubliceerd. Het proefschrift bevat 6 mooie studies waarin je hebt aangetoond dat de samenwerking, onderwijsverbetering tussen studenten en docenten mogelijk is. Dat er nog werk aan de winkel is, duidelijk, maar dat er ook al een hele stap gedaan is. Je ging ook letterlijk op reis, want je hebt je onderzoek op verschillende plekken en locaties, niet alleen binnen Nederland, maar ook internationaal, kunnen verkondigen. Ik herinner me onder andere het EMI-congres in Wenen, waarin je aan een volle zaal met veel enthousiasme je onderzoek kon toelichten. Je deed het allemaal. Wanneer je zo lang samenwerkt met elkaar, dan leer je elkaar ook kennen. Je hebt ons leren kennen. Ik zal u zeggen, dames en heren, u ziet hier 3 dames. Elk met een eigen kijk op onderzoek. Elk met een eigen manier van communiceren, feedback geven. En dat was denk ik voor jou niet altijd even makkelijk. Maar daar heb je hele mooie cake van gebakken. En dat heb je heel goed gedaan. Maar we hebben jou natuurlijk ook beter leren kennen. En ook daar verraste je ons. Want je zou het niet zeggen, wij waren enigszins verrast, dat ze in de vrije tijd ging paaldansen. De meest indrukwekkende lege constructies bouwt en in combinatie daarvan dat ook nog het liefst doet met een glas goede hete thee. Ik hoop dat je het me vergeeft, Samantha, maar ook soms een tikje onhandig. Dat we een bericht ontvangen op maandag dat je gekneusde spieren had omdat je een vastgevallen bij het paaldansen. Of bij het dagje uit dat we gingen rodelen in Valkenburg, dat je dan ook nog uit de bocht vliegt. Het leek alleen jou te kunnen overkomen. Samantha, je hebt het allemaal gedaan. Je hebt onderzoek uitgelegd op verschillende congressen in deze wereld. Onderwijs gegeven, samengewerkt met studenten en docenten. Maar vooral, waar ik je heel erg in bewonder, is dat je alle kansen onderweg met 2 handen hebt aangegrepen. In veel gevallen denk ik dat je het vooraf spannend vond. Maar desalniettemin, je ging de uitdaging aan met hele mooie prestaties als gevolg. Natuurlijk was er soms twijfel en onzekerheid. Maar dat werd iedere keer overmand door het doorzettingsvermogen en de dapperheid. Daar heb ik heel erg veel bewondering voor. Aan het eind van je project moest je zelfs nog gaan kiezen tussen verschillende banen. Een mooi compliment lijkt me, maar ook daar maakte je een hele mooie keuze. Ondertussen ben je aan de slag gegaan bij het CBR. Ik ben ervan overtuigd dat ze daar ondertussen net dezelfde mooie ervaring hebben als ons. Lieve Samantha. Ik moet zeggen, dokter Martens. Nu moet ik wel zeggen, misschien ben ik de enige schoenenliefhebber. Ik denk dat dat een paar schoenen verdient. Ik zou ook al kunnen bedenken welke. Lieve dokter Martens. Ik hoop dat je na een hele intense periode van voorbereiding op deze grote dag, straks thuis in Den Bosch met Remy en een kopje thee, kan terugkijken op een heel mooi parcours met een hele mooie titel als resultaat. Nogmaals gefeliciteerd, maar ik wil ook graag de gelegenheid gebruik maken om je familie, ouders, oma, Remy, je zussen te feliciteren met het mooie resultaat. Gefeliciteerd. Zeer geleerde dokter Martens, beste Samantha. Graag feliciteer ik je van harte met het behaalde doctoraat. En ik doe dat ook namens het College van Decanen van de Universiteit Maastricht. En
Ik wil graag een paar opmerkingen, indrukken vanuit de commissie met je delen. Niet allemaal natuurlijk, maar wel een aantal dingen die er uitspringen. Want we hebben gezien als commissie en voornamelijk ook vanuit de leescommissie, is dat het is een interessant onderwerp wat je hebt bestudeerd, maar het is ook geen eenvoudig onderwerp. Het heeft vele facetten. Ik denk ook dat het nog niet heel erg in de literatuur is beschreven, dus het is niet zo heel erg gemakkelijk om daar goede studies naar te doen. Maar we hebben wel gezien dat die studies zijn uitgevoerd met een heel scala van methodieken en ook vanuit een uitgebreide scala en een spectrum van gezichtspunten waarin je dit kunt bestuderen. Dat heb je ook laten zien. Het heeft bovendien een artistiek geheel, zoals dokter Jans al heeft opgemerkt, geheel verantwoorde uitvoering gekregen. Dus we willen je daarmee van harte feliciteren. En ook hebben we gezien dat je een goede verdediging hebt gegeven. Waarbij de diepgang zagen wij duidelijk toenemen tijdens de verdediging. In het begin was het denk ik nog wat moeilijk, maar hoe verder de verdediging volgde, hoe duidelijker het werd dat er ook meer diepgang kwam. En heb je heel adequaat geantwoord op de vragen van de commissie, die niet allemaal even eenvoudig waren. Dus ik wil je daarmee van harte feliciteren. En ik wil ook bij mijn felicitaties betrekken de drie promotoren die tegenover mij zitten. Natuurlijk ten eerste professor Dolmans, dokter Wolfhagen en dokter Wittingen. Van harte gefeliciteerd met het resultaat wat we gezien hebben in de vorm van een proefschrift en in de vorm van een goede verdediging. En uiteraard, ik kijk even vooral naar de eerste rij, zie ik de familie zitten. Ik zie je partner, ouders, ik zie oma, ik zie ook een aantal broers en zussen. Ik wil jullie allemaal als familie en ook de overige familieleden die er misschien niet zijn, maar ontvolgen via de livestream, van harte geluk wensen met dit prachtige resultaat. U mag trots zijn op uw dochter, kleindochter, zusje, met deze prestatie die we vandaag gezien hebben. En natuurlijk betrek ik behalve de familie ook de verschillende vrienden en collega's. En ook al degenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van je proefschrift. Alle studies, daar zijn natuurlijk veel mensen bij betrokken. Ook die wil ik graag feliciteren met het behaalde resultaat. Dan, voordat ik de ceremonie sluit, zou ik graag ook de leden van de commissie die hier aanwezig is voor een deel en ook online aanwezig is, van harte dank zeggen. Met name ook de externe opponenten die we nog op het scherm zien. Ik wil jullie van harte danken voor de inzet en voor de interessante vragen die we tijdens de oppositie hebben gehoord en gevolgd. Voordat ik de ceremonie sluit, wil ik even zeggen dat de receptie niet in dit gebouw plaatsvindt, maar die is extern. En ik wil graag na het sluiten van de ceremonie nog even de gelegenheid geven aan de opponenten online om je te feliciteren. En we gaan daarna ook nog even een foto maken hier en een foto maken op de trap. Dus ik wil u vragen om na de ceremonie nog even rustig te blijven zitten. Dan zetten we het nog even door, maar dan minder officieel dan nu. Ik sluit hierbij deze academische zitting aan de Universiteit Maastricht.